week kijk in de Korte Week Horoscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 35. En dat is van maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus. Wil je meer weten over deze horoscopen of wil je een gesprek met mij persoonlijk? Ik ben bereikbaar onder box nummer 265. Dan de kaarten schudden bekijken wat deze week voor de ram gaat brengen. Als ik kijk hieraan wat deze week voor jou gaat brengen, lijkt het eigenlijk alsof er een bepaalde overwinning voor je gaat komen. En die voelt ontzettend lekker. Je hebt er ook echt een bepaalde groei door gemaakt. En toch heb ik het idee dat naast dat stukje van die groei, van dat gezelligheid, van die overwinning, is er eigenlijk ook een stukje waar je niet helemaal bij kan komen. Alsof er even iets is wat je misschien wel persoonlijk wat aangevallen kan voelen. Terwijl het toch lijkt alsof er een heleboel dingen goed gaan. En alsof er een heleboel dingen zijn waar je ontzettend blij van wordt. Kan er ook ineens een bepaalde situatie zijn die je niet helemaal kan plaatsen. Die je dan ook echt wel graag wil oplossen, want je snapt niet zo helemaal waar het vandaan komt. Je probeert naar mijn idee ook echt te kijken om samen met die andere persoon of de situatie te onderzoeken waarom dat zo is. Zodat je er eigenlijk weer een situatie van kan maken waar je weer vrolijk verder kan gaan. Ik heb zeker het idee dat je dat gaat lukken, maar het lijkt wel alsof er een klein beetje diplomatie nodig gaat zijn. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 35 voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof je deze week een bepaalde uitdaging hebt voor jezelf. En die uitdaging die zorgt er eigenlijk voor dat je misschien wel een beetje blijft hangen in het verleden. Alsof er iets is gebeurd wat je constant maar blijft oprakelen. Terwijl er ook echt een stuk is waar je gewoon weer mee verder kan. Maar je blijft een beetje dat gevoel houden dat je het altijd had moeten doen. Of dat je denkt van ja, maar dat was toen gebeurd. En dat blijft eigenlijk heel de tijd een stukje in je leven. Ik zou daarbij willen zeggen, probeer er naar te kijken wat jouw eigen aandeel daarvan is. En of er misschien iets is wat je wat meer los mag gaan laten. Ik heb namelijk het idee op het moment dat je echt bij de kern gaat komen. En dat je voor jezelf denkt, ja maar weet je, de dingen zijn nu eenmaal zoals ze gebeurd zijn. En ik kan dat niet veranderen. En je gaat meer kijken naar het ding in evenwicht te houden. Heb ik heel erg het gevoel dat je ook de positieve kanten van te gaan zien. Want die zijn er natuurlijk ook. Er zijn vaak niet alleen maar negatieve kanten, er zit ook een positieve kant aan. Maar er is gewoon een stukje wat je heel erg moeilijk vindt. Wat echt een beetje het stuk is wat heel erg bij jezelf is. Wat niet helemaal lekker voelt. Toch heb ik echt het idee, beste stier, dat aan het eind van de week daar zeker een stuk verbetering in zit. En dat je er echt mee verder kan. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Tweeling, dan lijkt week 35 een week voor jou te zijn waarin je de dingen heel erg goed in evenwicht houdt. Je bekijkt echt alle kanten van alles wat je ook doet. En dat zorgt er misschien voor dat je soms ook wel eens een beetje in pieken en dalen kan gaan, omdat je dan ook echt alle kanten gaat bekijken. Ik heb wel het idee dat dat niet heel lang blijft, hè. Je trekt echt naar dat evenwicht toe, maar het kan zijn dat het een beetje schommelt. Toch heb ik het idee, juist omdat je het zo in evenwicht houdt, dat je aan het eind van de week een hele positieve balans op gaat maken. Alsof je door er zo goed naar te kijken, het kan ook een situatie zijn dat je misschien ook naar andermans situatie kijkt, niet alleen naar die van jezelf, heb ik het idee dat je iets gaat ontdekken waar je eigenlijk heel erg gelukkig van gaat worden. Dus het kan zijn dat je ineens een hele andere mindset over iets gaat krijgen en dat er misschien nog niet eens zo heel veel verandert, maar wel het stukje in je hart is veranderd en dat maakt je eigenlijk heel erg gelukkig. Dus aan de kaart schudden om te kijken wat week 35 voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof dit een week is waarin je de dingen gaat accepteren zoals ze zijn. Ik heb wel het gevoel dat je dat heel erg doet vanuit een eigen ik. Of misschien zelfs wel wij-gevoel. Het is echt een stukje dat je het belangrijk vindt dat je ergens bij hoort. Of bij mensen hoort in ieder geval. En dat zorgt er wel een klein beetje voor dat je misschien wat in conflict kan zijn met jezelf. Maar dat je het heel belangrijk vindt om het groter geheel te zien. En op het moment dat je het groter geheel kan zien, kan je het ook echt achterstaan. Ik heb het idee dat je er wel wat dingen over wilt zeggen. En je lijkt er niet helemaal uit te komen. Toch. De situatie zoals die is, ga je accepteren. En dat wil niet zeggen dat je dus je mond moet houden, want ik heb het idee dat je het zeker gaat uitspreken. Ik zeg er alleen bij dat je het op een gegeven moment gaat accepteren. En dat het juist goed is dat je dingen uitspreekt, omdat je het dan maar gezegd kan hebben en dat je dan ook de mening van de ander eventueel kan horen.
Ga de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Beste Leeuw, ze kijken wat week 35 voor jou gaat brengen. En dan zou ik zeggen dat het een stukje is waarin je even wat rust nodig hebt. Alsof je eigenlijk een beetje op het toppen van je kunnen hebt gezeten. En dat is eigenlijk het stukje wat je op dit moment gewoon even niet meer wil. Je hebt even die rust nodig. Je moet even dat keertje extra slapen. Of je moet even dat leuke ding doen waar je weer wat van op kan laden. Want je lijkt gewoon over je eigen grenzen te zijn gegaan. Dat wil niet zeggen dat je het niet leuk hebt gevonden. Maar je bent er wel een stukje overheen gegaan. Dus het is nu even tijd. Rustig aan. Ik heb het idee op het moment dat je die rust neemt, en dat vind je misschien zelfs wel een klein beetje saai, heb ik toch het idee dat je beloond gaat worden. Als het weekend of door de week lekker rust gaat nemen, lijkt er in het weekend eigenlijk iets te liggen waar je heel gelukkig van wordt. Alsof er ineens een stuk passie is, en het kan net zo goed een stuk passie zijn, voor onder de mensen te zijn en heel veel gezelligheid te hebben, in ieder geval lekker lol te maken. Maar dan moet je wel eerst zorgen dat je lekker uitgerust bent. Dat is echt wat de kaarten deze week aangeven. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt week 35 maagd een week te zijn waarin er eigenlijk wel verschillende dingen wat gaan gebeuren. Alsof het eigenlijk een beetje heen en weer gaat, maar wel in een soort van flow. Het heeft ook zeker met je gevoelsleven te maken en ik heb het idee dat je hart sneller kan gaan kloppen. Alsof er eigenlijk ineens weer een bepaalde stroom gaat komen waar je heel erg blij van gaat zijn. Het kan zelfs zijn dat het misschien wel een stukje was waarvan je dacht dat het eigenlijk niet meer was. En toch ineens is het er weer en geeft het weer een stuk van overvloed. Het brengt ook bepaalde herinneringen met zich mee en je weet eigenlijk ook weer waarvoor je er zo gelukkig van werd altijd. En het is ook echt een stukje wat wel aangeeft dat je naar je gevoel mag luisteren, want het kan misschien een stukje zijn waar je verstandelijk van zegt, nou, ik weet het eigenlijk niet, terwijl je hart hele andere dingen zegt. En ik heb het idee dat op het moment dat je er aan toegeeft, echt aan dat gevoel, dat het eigenlijk heel erg kan gaan stromen en dat je er ook wel echt wel heel erg happy van gaat worden. Naar de kaarten schud, beste weegschaal voor week 35. Dan lijkt het eigenlijk alsof deze week een week is waarin je heel veel met andere mensen werkt. Het zijn ook absoluut stukjes waar je als persoon heel veel aan gaat hebben. Ik heb ook het idee dat je misschien zelf een bepaalde hulp gaat zoeken. En er komt heel veel beweging in of mensen bieden de hulp aan jou. En daardoor ga je eigenlijk nog harder dan dat je al ging. Het is ook echt wel een stukje dat je heel veel energie in stopt, maar waar je ook wat dingen van uit gaat krijgen. In eerste instantie lijkt het iets te zijn wat je misschien voor de langere termijn wilt gaan doen. Maar eigenlijk gebeurt er net iets waardoor je vrij snel resultaat gaat doen. En wat vooral echt belangrijk is, is dat je het niet alleen doet. Het kan ook met je enthousiasme te maken hebben. Maar het kan ook zijn dat er ineens een hulp komt uit een onverwachte hoek. Wat er dus eigenlijk voor zorgt dat het ineens sneller gaat. Hoe het dan ook loopt, het lijkt een week te zijn waar je aan gaat terugdenken. Dat je echt heel tevreden bent van wat je eigen inzet hier is geweest. Een kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de weegschaal gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof week 35 een week is waarin je een bepaalde overwinning gaat behalen. En als je die overwinning hebt behaald, wil je eigenlijk ook niet dat het gaat veranderen. Toch heb ik het idee dat er nog meer stukjes gaan komen waarbij er een groei gaat zijn. En zelfs dat er een nieuwe kans gaat zijn. Alleen het gaat je misschien net even iets te snel, omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat je nog wat wil genieten van het stukje waar het eigenlijk mee begonnen is. En dat is ook eigenlijk nog zo'n fijn stukje. Toch komt die nieuwe kans alweer zo snel. En het is ook echt, lijkt het een kans te zijn die je niet kan laten gaan. Het kan ook gewoon zijn dat je misschien iets gaat ondernemen. Maar het is het stukje waar je eigenlijk gewoon nog lekker even de tijd had willen nemen om te genieten. Maar dat lijkt eigenlijk maar van korte duur te zijn. Natuurlijk kan je wel genieten. Maar er lijkt alweer zo snel iets te gaan gebeuren. Dat je dan eigenlijk alweer een stap door moet gaan zetten. Wat natuurlijk ook genieten kan zijn. Maar het is wel een stukje van dat je in de actie moet gaan blijven. Die kansen komen op zich, naar mijn idee, vanzelf op je pad. Je hebt er hard genoeg al van tevoren voor gewerkt. Deze week lijkt echt een week te zijn dat de dingen gewoon achter elkaar gebeuren. En eigenlijk dat jij er alleen maar in mee hoeft te gaan. Dus een kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen.
dan lijkt het boogschutter alsof week 35 eigenlijk een beetje een week is waarin er ineens een soort brenger van goed nieuws gaat zijn. Het lijkt alsof je een beetje zwaar op de hand misschien bent wel geweest. Je hebt je misschien zelf wel wat persoonlijk aangevallen gevoeld. En ik heb het idee dat er ineens weer eigenlijk een soort stuk is waar je weer wat lekkerder in je vel zit. En dan eigenlijk ineens merkt dat je heel anders in de wereld staat. Dat je er anders naar kijkt. En dat het allemaal veel lichter voelt. En op het moment dat je dat eigenlijk gaat ervaren, dat lichter worden, lijkt er ook ineens een bepaalde kans te komen waar je eigenlijk heel gelukkig van gaat worden. Waarbij je ook echt helemaal lekker in je vel gaat voelen. Alsof je zelfs misschien wel een beetje verliefd bent, of noem het van mij maar levensverliefd. Maar het is echt even een stukje waarvan je denkt, jeetje, de zon schijnt. Oh, wat lekker. Terwijl je misschien vorige week al dacht, oh, het is alleen maar warm. He, dus het is een stukje wat eigenlijk hetzelfde is, maar dat wel het stukje is dat je denkt, ja, oh, zo kan het ook zijn. En dat is zo'n fijn stukje, want het is echt welkom. Want het lijkt alsof je er best wel wat voor hebt moeten doen. En dat het eigenlijk nu ineens weer is, zonder dat je er misschien al te hoge verwachtingen van hebt gehad. Dus een kaart schudden om te kijken wat deze week voor de steenbok gaat brengen. Dan lijkt het steenbok alsof het een week is waarin er eigenlijk ineens weer heel veel actie van je verwacht wordt. Alsof je eerst even wat rustig aan hebt kunnen doen en eigenlijk liggen ineens allerlei nieuwe projectjes op je te wachten. Ik heb wel het idee dat je het ontzettend leuk gaat vinden. Je pakt het ook lekker aan, je bent vol enthousiasme en je voelt ook echt als een soort overwinning. Toch heb ik het idee dat het van jou wel een tandje zachter mag. Je gaat het niet doen, want ik heb het idee dat je echt volop in de actie blijft. En je gaat het allemaal voor jezelf goed bedenken wat je wel en wat je niet gaat aannemen. Maar die rust die je eigenlijk zou zijn willen, die lijkt er deze week niet te zijn. Toch heb ik het gevoel dat je dat ook wel weer kan waarderen. Dus het is een beetje een dubbele kaart. Ik denk dan ook echt dat je eigenlijk zoekt naar een bepaald stukje wat er deze week niet is. Maar waarin je dan misschien wel gelijk voor jezelf een stukje rust gaat inplannen voor de week erna. Want je lijkt er gewoon even aan toe te zijn. De kaarten schudden om te kijken wat deze week gaat brengen. Dan lijkt het waterman alsof er een stuk is waar je naar de toekomst kijkt waar je helemaal happy van wordt. Alsof je allerlei mooie plannen hebt en in ieder geval zaadjes geplant hebt en weet dat ze later zullen gaan uitkomen. Alleen dat stukje word je al helemaal gelukkig van. En ik heb ook echt het idee dat je een bepaalde knop gaat omzetten, want je hebt gewoon die doelen voor jezelf gesteld en die ga je ook gewoon behalen. Het lijkt alsof dat ook zeker wel een stuk gezelligheid met zich mee kan brengen. Maar je doelen, die zijn het allerbelangrijkste. Je zult er ook echt alles aan doen wat er moet gebeuren om op tijd klaar te gaan zijn. En dat is niet iets wat je alleen maar deze week gaat doen. Het is echt iets voor langere termijn. Je gaat het eigenlijk allemaal uitzetten. En je zult ook heel snel merken voor jezelf dat je het gevoel hebt dat je op de juiste richting zit. En dat geeft je eigenlijk alleen maar weer meer motivatie om door te gaan op het pad waar je al bent eigenlijk op dit moment. Van de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof week 35 een week is waarin je aan de slag gaat. En hard ook. Alsof je allerlei dingen gaat aanpakken en je gaat er echt voor de volle 100% voor. Je hebt het gevoel dat je een lot uit de loterij gewonnen hebt. Dat zul je ook eigenlijk laten zien aan iedereen om je heen. Het kan bijvoorbeeld een werkstukje zijn dat je gewoon echt van je beste kant laat zien. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een materiële aankoop is geweest wat voor jou ontzettend goed voelt. Toch heb ik het idee dat je wel blijft nadenken over wat je wel en wat je niet wil. Dat neemt niet weg dat je hard aan de slag blijft. Want dat is ook echt een kaart in het licht. Je werkt er ontzettend hard aan. Maar je bent wel voor jezelf aan het bedenken of je het misschien wel kan verbeteren. Je bent ontzettend blij met wat je doet. Maar je bent wel aan het kijken van wat kan er hier nog beter? Of hoe kan ik misschien mezelf nog beter laten zien dan een ander? Want dat is ook het stukje wat er eigenlijk in meespeelt. Je doet het niet voor jezelf alleen. Je lijkt het te doen voor een groter geheel. Leuk dat je gekeken hebt naar de korte weekhoroscopen van de Mandala van week nummer 35. Heb je nog een vraag over de horoscopen? Of wil je een persoonlijk consult met mij? Ik ben te bereiken onder box nummer 265. Ik wens je sowieso een super fijne week. En tot de volgende keer.